naar Maaike, want een deel van het kabinet dat komt vanmiddag bij elkaar. Eerst komt dat OMT bij elkaar. Daarna reist Jaap van Dissel naar Den Haag om te spreken met premier Rutte en een aantal andere ministers. En dan gaan zij het hebben over dat gemuteerde coronavirus. De Britse variant die nog besmettelijker is. We maken ons daar toch een beetje ongerust over. Want leidt dat dan toch straks nog tot meer maatregelen of een langere lockdown? Ik heb het er nu over met Ab Osterhaus, natuurlijk viroloog. Wie kent hem niet? En meneer Osterhaus, ja, vooralsnog worden er geen nieuwe maatregelen verwacht op korte termijn. Zou dat ook de juiste beslissing zijn wat u betreft? Nou, ik denk als de maatregelen echt helemaal opgevolgd worden zoals dat zou moeten, zou dat in principe voldoende moeten zijn. Maar we weten wel dat dit virus zich sneller kan verspreiden. Dus dat is wel slecht nieuws. Want als je de maatregelen niet helemaal goed opvolgt, dan heb je een probleem. Want dan gaat het virus veel sneller rond. En dan wordt het veel moeilijker om de hele zaak onder controle te houden. En zegt u daarom, dan moeten ze toch nog aan meer knoppen gaan draaien, dat kabinet. Dus nog meer maatregelen gaan instellen? Ja, er zijn niet zoveel meer knoppen die we ter beschikking hebben. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is die handhaving en de mensen ervan te overtuigen dat echte middelen die er nu zijn, dat die absoluut opgevolgd moeten worden. En als je kunt er nog meer maatregelen instellen. En ik denk dat daar serieus over gesproken gaat worden. Ja, maar het wordt steeds moeilijker. En zeker als je niet aan de maatregelen houdt. Maar bijvoorbeeld het bron- en contactonderzoek wordt moeilijker. Ook de groepsimmuniteit waarvan we zeggen, nou, dat moet tussen de 60% en 70% zijn. Met zo'n nieuw virus zou het wel eens kunnen zijn dat dat veel hoger zou zijn. Ja. Laatste vraag. Denkt u dat die lockdown vanwege die nieuwe variant langer gaat duren waarschijnlijk dan die 19 januari die we nu allemaal in de agenda hebben staan als, nou ja, dan is het afgelopen? Ja, die 19 januari is natuurlijk een stip op de horizon in principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat we nog niet duidelijk hebben wat de exitstrategie daar is. Dat wat gaan we op 19 januari doen? Het zal niet zo zijn dat we ineens weer alles open kunnen gooien. Want dat zou betekenen dat we zo'n week of 5, 6 later weer in dezelfde situatie zouden zijn. Ja. Ab Osterhaus, dank u wel voor de toelichting. En nou ja, het kabinet komt dus vanmiddag bij elkaar. In ieder geval een deel daarvan. We hebben natuurlijk nu al het zwaarste pakket aan maatregelen tot nu toe in deze crisis. Ab Osterhaus zegt al terecht, we kunnen niet heel veel meer doen. Wat zouden nog maatregelen zijn die we kunnen nemen? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het vooral ligt aan dat wij ons aan die maatregelen houden. Maar als we dat niet doen, zijn er dan nog opties? Ik bedoel, eerder hebben we het gehad over een avondklok waar niemand blij van werd, maar dat nee, kan. Ik denk dat we niet moeten. Ik zou in ieder geval niet willen speculeren over wat dan allemaal nog meer zou moeten. Zeker als je kijkt wat we nu al allemaal op tafel hebben gelegd en waar we ons aan zouden moeten houden. Ja, het kan misschien een stok achter de deur zijn voor mensen om zich eraan te houden als ze weten dat het nog erger kan. Ik hoop eigenlijk dat als je kijkt naar de oproepen van bijvoorbeeld de ziekenhuizen van de afgelopen paar dagen, dat ze zeggen, het zit ons echt tot hier, jullie moeten ons echt helpen, we kunnen niet meer mensen hebben. Hmm. Ik mag toch hopen dat dat ons allemaal even wakker schudt en denken van nee, ik moet me echt aan die regels houden. Ja. Alles zit alleen voor al het zorgpersoneel of al die agenten die daar op straat voor onze veiligheid staan. En alle horecaondernemers en anderen die hun zaak dicht hebben. Maar absoluut, ja. Bedoel, deze situatie wil niemand langer laten duren, maar dat betekent, dan moeten wij ons aan de regels houden en dan kan de boel weer open. Kan het weer rustiger worden in de ziekenhuizen? Dat is wel de dynamiek. U bent ook naast Kamervoorzitter arts, verbonden aan het LUMC in Leiden. Hoe kijkt u vanuit die pet ook richting de maatregelen zoals ze nu zijn? Is het dan voldoende? Nou, als we het ons er allemaal aan houden, dan is het voldoende. Ja. Precies wat Osterhaus zegt. Maar helaas is het heel moeilijk om je eraan te houden. Dus wat we kunnen doen is mensen nog meer vertellen dat de zorg echt overspoeld raakt. Dat we nu ook op het punt staan om de gewone zorg misschien her en der te moeten afschalen, heb ik gelezen in de krant. Maar wat ziet u in Leiden bijvoorbeeld, in het ziekenhuis? Wat is daar de situatie? Nou, daar liggen natuurlijk ook veel coronapatiënten. De gewone zorg loopt gelukkig nog door. Daar ben ik zelf bij betrokken, bij nierziektes. Dat kunnen we allemaal nog overeind houden. Maar mensen moeten echt gewaarschuwd zijn dat als we ons niet aan de regels houden, dan komt dat vroeg of laat in gevaar. Dus dat geldt ook voor alle ondernemers die je net al noemde. Mensen die hun bedrijf kapot zien gaan. Ja, als we die mensen niet nog meer ellende willen aandoen, moeten we ons allemaal aan de regels houden zoals ze nu al bestaan.